lucht. Sportza Tour quiz. Een heel het woord lang hebben we elke dag om 3:30 gekwist. De winnaar van die quiz die kreeg een Vive le Velo t-shirt. En de beste spelers van de hele Tour die maakt de kans om vandaag hier te staan in onze finale. De prijzenpot die is niet mis, dat weten jullie intussen. Een super deluxe spinningfiets, een gepersonaliseerde koersoutfit, een hartslagmeter en een Zwift-abonnement. Heel veel mensen wouden die prijs, maar er zijn er maar 4 die hoog genoeg gescoord hebben om vandaag te mogen proberen. En die mensen die zijn nu bij ons in de studio. Een goedemiddag, Nico, Pieter, Helder en Jens. Hallo. Goedemiddag. Zijn jullie nerveus? Een beetje, gezond. Ja. Gezonde zenuwen. Ja. Hoe intensief hebben jullie de tour gevolgd? Toch vrij intensief, ja. Ja. Alle 4 intensief. Quasi dagelijks, ja. Los van de quiz, gewoon interesse in de koers. Dus de tour is altijd een jaarlijks hoogtepunt. Dat gaat jullie in elk geval van pas komen. Ik ga jullie ook uit jullie lijden verlossen. We zijn nu nog met 4, maar er zijn maar 2 plekjes in onze finale. Wie van jullie 4 naar de finale gaat, dat gaan we nu bepalen door 1 extra ronde te spelen. Jullie krijgen elk 1 minuut zometeen. Op die minuut tijd moet je zoveel mogelijk juiste antwoorden geven. En de 2 kandidaten die het meeste juiste antwoorden gegeven hebben, die gaan door naar onze finale. Bij een gelijke stand gaan we een schiftingsvraag stellen. En we gaan beginnen met Nico en Jens. Jullie mogen je dus al klaarzetten. Nico, ben je klaar? Ik zal wel moeten. Je gaat het inderdaad, maar het goede is dat ook korte pijn een minuut is voor iedereen even lang en jij bent er als eerste vanaf. Oké, prima. We zijn vertrokken. Wie draagt de gele trui? Pogacar. Hoe vaak won Pogacar de Tour? 2 keer al. Wie won in deze Tour al het meeste etappes? Pogacar. Ja. Hoeveel toeretappes won Poggi al in zijn carrière? 16. Waar vertrok de Tour dit jaar? In Firenze. Wie werd er vorig jaar 3e in het algemeen klassement? Adam Yates. Hoe heet de broer van Adam Yates? Simon Yates. Wie won de eerste rit naar Rimini? Bardet. Hoeveel ritten won Bardet al in de Tour? Geen idee. Vorig jaar won er ook een Fransman een rit. Wie was dat? Geen idee. Welke Fransman won als laatste de Tour? Hinault. Wat was de bijnaam van Hinault? De Das. Wanneer won hij zijn laatste Tour? 85. Wie wint dit jaar de prijs voor de superstrijdlust? Geen idee. Hoeveel etappes won Carapaz al in de Giro? 4. En in de Vuelta? Ook 4. Wie was de eerste Belg die moest opgeven dit jaar? Geen idee. We zijn rond. Ik kijk even naar de jury. 11 juiste antwoorden op een minuut tijd. Dat is indrukwekkend. Dat heb je heel goed gedaan, Nico. We gaan door naar Jens. Jens, ja. Hier komt jouw minuut. Wie draagt de groene trui? Girmay. Uit welk land komt Girmay? Eritrea. Hoe vaak won Vingegaard al de Tour? 2 maal. Welk land mocht dit jaar het meeste etappenzeges vieren? België. Hoeveel ritzeges waren dat tot nu toe? 5. Waar vertrok de Tour vorig jaar? Pas. Wie viel er vorig jaar net naast het podium? Pas. Voor welk team rijdt Simon Yates? Jaco Alula. Wie won dit jaar de 2e rit naar Bologna? Je mag ook passen. Voor welke ploeg rijdt Vauquelin? Arkea. Wie pakte deze Tour zijn 35e ritzege? Cavendish. Van wie snoekte hij het record af? Eddy Merckx. Hoe vaak won Merckx al de Tour? 5 keer. In welk jaar won hij zijn laatste Tour? 74. Welke grote ronde won hij ook 5 keer? Giro. Wie won dit jaar de Giro? Pogacar. Wie viel er net naast het podium van die Giro? Pas. Uit welk land komt Ben O'Connor? Groot-Brittannië. Nee, Australië. Ik weet het niet. Australië was nog juist. Oké. Okay. Heel goed gespeeld. Heb je een idee? Zit je erboven of eronder, denk je? Het zal niet zijn. Misschien net erboven. Ik weet het echt niet. 13. Oké. Okay. 13. Heel goed gedaan. We gaan zo meteen verder spelen met de andere 2 kandidaten. Kom maar even op adem. Sportza Tour quiz. We spelen nog altijd voor een plek in onze finale. Nico en Jens die hebben hun kans al gewaagd. Ze gaven 11 en 13 goede antwoorden in 1 minuut. Dat is echt indrukwekkend. Helder en Pieters, nu is het aan jullie. Extra zenuwen gekregen door die eerste ronde te horen, of niet? Ja. Ze hebben dat heel sterk gedaan, alleszins. Heel sterk, inderdaad. Helder, we gaan bij jou beginnen. Dan ben je er meteen vanaf. Ben je klaar? Ja. Ja, je bent klaar. Hier komt jouw minuut. Wie draagt de bolle trui? Carapaz. Uit welk land komt Carapaz? Ecuador. Waar komt de Tour dit jaar aan? Nice. Welk team heeft het meeste etappenzeges dit jaar?
UAE. Wie zorgde er voor de eerste Belgische ritzegen? Evenepoel. Hoeveelste staat Remco in de stand? Derde. Voor welk team rijdt hij? Soudal Quickstep. Wie is de manager van dat team? Patrick Lefevre. Wat is de bijnaam van de renners van Soudal Quickstep? De Wolfpack. Wie droeg er als eerste de groene trui deze tour? Bas. Wie droeg de eerste 10 etappes de bolle? Abrahamsen. Uit welk land komt hij? Denemarken. Is Magnus Cort Nielsen een Noor? Nee. In welke kleur schilderde Cort Nielsen zijn snor na een weddenschap? Jonas Vingegaard is tweede. Wie is de volgende Deen in het klassement? Pas. Voor welke ploeg rijdt Fuglsang? Israël Premier League. Pakte die ploeg een ritzege in de Tour? Nee. Welke Britse ex-tourwinnaar rijdt voor dat team? Chris Froome. Hoeveel keer won Froome de Tour? 4. En ja, er is iets misgegaan, inderdaad. Ik zie nu dat we een minuut bezig zijn. Onze technicus had een foutje gemaakt, inderdaad. Het was een minuut. De minuut, ja. Maar het is exact een minuut. Ik ga kijken naar de score. Helder. 15. 15. Ja, Pieter, dat wordt heel moeilijk, hè? Mm-hmm, ja. Maar we gaan het wagen, hè? Ja, voor ik ben van 11 jaar. We gaan het wagen. Ja, het is wel, je bent wel echt een encyclopedie-helder, dat moeten we wel zeggen. Ben je klaar, Pieter? Ja. Dan zijn we vertrokken. Wie staat er tweede in de stand? Vingegaard. Wat is het tijdsverschil? Minuten is oké. Zeven minuten. De hoeveelste editie van de Tour is dit? De 110e. Welke renners won het meeste etappes deze Tour? Pogacar. Waar start de Tour des Femmes dit jaar? Nederland. Wie won de Tour bij de mannen vorig jaar? Vingegaard. Hoeveel ritzegens pakte Philipsen dit jaar? 3. In welke stad won hij zijn laatste rit deze Tour? Pas. Hoeveel etappes won hij vorig jaar? 4. Voor welk team rijdt Jasper Philipsen? Alpecin de Koning. Wat voor product is Alpecin? Haar, shampoo. Ja, wie won er vorig jaar de prijs voor de strijdlust? Kampenaerts. Voor welk team rijdt Kampenaerts? Destiny. Wat is de zelfgekozen bijnaam van Kampenaerts? Voxnar. Hoe heet zijn pasgeboren zoontje? Pas. In welk jaar won Kampenaerts een rit in de Giro? Pas. We weten wie de Giro dit jaar won, maar wie werd tweede in die Giro? Pas. Ook goed gespeeld. Maar 11. Even goed gedaan als Nico dus. Maar dat betekent dat we weten wie er naar de finale gaat. Jens had 13 goede antwoorden. Helder heeft er 15. Het gaat nog spannend worden tussen jullie twee, denk ik. Ook heel sympathiek, inderdaad. Iedereen feliciteert elkaar. Dat is heel mooi. Ja, heren, het heeft niet mogen zijn. Heel erg goed gespeeld wel. En ik kan nu ook al zeggen, jullie krijgen ook nog wel een kleine troostprijs. Dus voilà, dat gaan we wel regelen. Ik zou zeggen, adem nog eventjes, heren. En dan gaan we zo meteen verder met de finale. Dankjewel. Jullie hebben het allemaal fantastisch gedaan. Diep respect voor jullie alle vier. We gaan Sportza Tour quiz. Ja, want ze zijn nog maar met twee, hè, de luisteraars die kans maken op onze hoofdprijs. Jens en Helder, dat zijn onze twee finalisten geworden. Eén van jullie twee wint zo meteen die super deluxe spinningfiets, dat Zwift-abonnement, die koersoutfit, die hartslagmeter. Helder, jij gaat een hele jonge coureur worden als je dit wint. Ja. Maar fiets je al een beetje of zou het echt het begin zijn? Ik fiets wel al. Je fietst al, oké. En Jens, jij bent ook al een echte coureur. Ik heb een koersfiets. Dat maakt je een echte coureur. Ja, maar er staat Flandrie. Ja. Voilà, ja, je hebt een toepasselijke shirt aan ook en zo. Dus, maar ik loop wat meer, maar goed. Dat er zijn. Die spinningfiets zou dat allemaal veranderen. Zeker, dat zou mooi zijn. Wie van jullie twee die fiets krijgt, dat gaan we nu bepalen. Jullie gaan zo meteen 10 vragen krijgen over de afgelopen Tour. Zolang je juist antwoordt, blijf je aan de beurt. Antwoord je fout, dan mag de tegenstander antwoorden. En degene die op het einde het meeste juiste antwoorden gegeven heeft, die wint deze finale. We gaan nu bepalen wie van jullie beiden mag beginnen. Ik heb hier twee papiertjes. We hebben de meest onschuldige hand gevraagd om te trekken. Dat is Nico geworden, jullie tegenkandidaat van daarstraks. Nico, kies maar een papiertje. Het papiertje wordt nu opengemaakt. Spannend. De persoon die mag beginnen is Jens. Jens, ben je klaar? Ja hoor. Dan zijn we vertrokken.
De Tour begon goed voor de Franse Jens. Frank van den Broek die perst alles, ieder greintje, ieder stukje kaas dat hij ooit gegeven heeft als Nederlander, grijpt hij uit zijn lichaam om Romain Bardet te leiden naar die gele trui. Het gaat hen lukken. Dit is een masterpiece tactisch plan dat je gaat uitdraaien. Romain Bardet zegt nu al merci, merci, thank you well aan Frank van den Broek. Wat maakte deze overwinning extra bijzonder voor Romain Bardet? A. Hij won op zijn verjaardag. B. Dit is zijn laatste Tour. Of C. Dit was zijn 10e ritoverwinning. B. Dit is zijn laatste Tour. Dat is correct. We blijven bij jou. Bij de eerste kans voor de sprinters werd er meteen geschiedenis geschreven. Ja, first of all, I would say thanks God for everything. For give me all the strength, support. And yeah, just want to say thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Kirbay schreef geschiedenis voor zijn land en voor zijn ploeg. Welke ploeg is dat? Intermarché Wanty. Ook weer correct. Dan was er nog een sprinter die geschiedenis schreef. Cavendish gaat eruit komen. Cavendish gaat eruit komen. Gaat het wonder geschieden? Gaat het wonder geschieden? Gaat het wonder geschieden? Cavendish! 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 Yes. Cavendish heeft geschiedenis! Number 35! Het is toch niet waar, zeker? Hij verslaat Eddy Merckx in het aantal ritzegens in de Ronde van Frankrijk. Hoe oud is Cavendish? Oei, 37? Dat is niet correct. Helder, hoe oud is Cavendish? 38. 38 is ook niet correct. Het was 39 jaar. Dan zijn we weer bij Jens. Jens, het waren niet allemaal mooie sprintverhalen deze Tour. Twee Belgische coureurs kregen na een val in de sprint naar Po serieus ruzie. Maxime Van Gils bracht iemand lelijk ten val en dit was nadien zijn reactie. Allee, ja, ik denk dat hij de fout maakt door in slaap te vallen in een sprint. Misschien stond er een mooie dame langs de kant, weet ik veel. Maar hij werkt totaal van zijn lijn af. Hij laat al zijn lichaam los. Ah ja, hij verpest ook onze dag. Over wie heeft Van Gils het? Dat was Amaury Capiot. Dat is correct. Onze eerste Belgische ritzege kregen we dankzij Remco Evenepoel. Hij gaat het redden. Hij gaat het redden, want hier heb je in de laatste bocht van 300 meter veel meer nodig dan 10 seconden. De overwinning is binnen voor Evenepoel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en top. Ritzege voor Remco Evenepoel. Hoeveel sneller dan Pogacar was Remco? 23 seconden, 18 seconden of 12 seconden? 12 seconden. Dat is correct. Jonas Vingegaard kon maar één rit winnen deze Tour, maar dat werd wel een prachtige overwinning. Coming back from the crash. Sorry. No, it's... Yeah. It's just, means a lot. It means a lot. It means a lot and all the things I went through in the last few months. Vingegaard was erg emotioneel en had het over alles wat hij de afgelopen maanden had meegemaakt. Daarmee verwees hij natuurlijk naar een zware val. Weet je nog in welke ronde hij is gevallen? Dat was in het Baskeland. Correct, we blijven bij jou. Nog een erg emotionele overwinning was die van Victor Kampenaert. Winning a stage in the Tour de France is everybody's dream. We had a verbal agreement with the team about extending the contract. And... I got ignored for a long time and it was very difficult. Kampenaert verbeterde een paar jaar geleden het werelduurrecord. In welk land was dat? Hij deed dat in Mexico. Goed bezig, Mexico is correct. Vraag 8. Jasper Philipsen moest een week wachten op zijn eerste ritoverwinning. Die kwam er uiteindelijk in Saint-Amand-Montrond. Philipsen komt er nu uit. Ideale lead-out van Mathieu van der Poel. Philipsen moet het nu dan toch wel gaan doen. Philipsen gaat het halen. Er komt niemand meer over. Philipsen gaat winnen. Jasper Philipsen haalt zijn gram. Het is Jasper Philipsen die wint met 2 fietsenlengtes voorsprong. En hij balt de 2 vuisten. Perfecte lead-out van Mathieu van der Poel. Op dat moment had er al bij elke sprinterskans iemand anders gewonnen. We hadden al de overwinning van Girmay, van Cavendish, van Jasper en van nog iemand. Van wie? Dylan Groenewegen.
Correct. We blijven dus bij jou. Het gaat moeilijk worden, vrees ik, verhelderd. Maar goed, we gaan voor de vorm doordoen. Deze Tour was er geen discussie. Pogacar was oppermachtig. Je bent alleenheerser. Je bent absoluut de koning, de keizer, admiraal van deze Ronde van Frankrijk. Ja, hij pakt alles. Dat heeft Pogacar ook nog eens. Vijfde ritoverwinning. Ik ben de heerser, zegt hij. De twee handen helemaal wijd en breed. Hoe heet de mysterieuze insider die wel erg veel over die nieuwe merks lijkt te weten? De mysterieuze insider. Sorry, we horen Christophe van de Goor, maar nee. Nee, dat is, die weet ook heel veel over Pogacar, maar er is iemand online die nog veel meer over hem weet. Weet jij het al? Moe. Correct, dan is de tiende vraag voor jou. De boog moet niet altijd gespannen staan in het peloton. En iets dat we nog nooit hebben gezien in het peloton, in de bus achteraan met Robbe Gijs en co, wordt een zak doorgegeven aan elkaar. Dat heb ik nog nooit gezien. Ah, ja. Dat zijn snoepjes wel, maar... Nee, maar bij deze omstandigheden, dat hoop ik toch dat die in de diepvries hebben gezeten, want... Je wist het al, welke snack werd er doorgegeven? Een zak M&M's. Een zak M&M's. Heel goed gespeeld, Helder, maar ik denk dat het duidelijk is... dat Jens die fiets gewonnen heeft. Proficiat. Dankjewel. Echt zeer knap gedaan. 7 goede antwoorden gegeven. Helder, het lot had beslist dat Jens mocht beginnen. Inderdaad. Je hebt allicht in je hoofd meegekwist. Hoeveel antwoorden denk jij dat je geweten had? Bijna allemaal. Ik denk het ook. Misschien moeten jullie gewoon... Wonen jullie ver van elkaar? Zelzaten was het zeker. De E34 is dat naar Antwerpen toe. Misschien moeten jullie gewoon zeggen van kijk, we zetten die fiets inderdaad bij Jens, maar als Helder is wil komen fietsen, dan kan dat. Wat denk je daarvan? Ja. Voor mij is hij welkom, absoluut. Ah, kijk, voilà. Hier wordt een nieuwe bromance gesmeed. Ik ben heel blij om dat te horen. Enorm bedankt om allebei naar hier te komen om mee te willen spelen. Ik wens jullie echt alle plezier met alle koersen die nog komen. Ik heb begrepen dat jullie die allemaal volgen. En volgend jaar zijn wij er sowieso weer met een tourquiz. Ik ken al iemand die zich gaat inschrijven, denk ik, Helder. Hij knikt van ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel, heren. En proficiat, Jens.